Yo mensen, wat doen we gamen? Leuk dat we kijken naar een nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Ik heb er weer heel erg veel zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. En ik doe gelijk even de Minecraft muziek uit, want daar heb ik een scheidhekel aan. Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben. Ik heb er enorm veel zin in. Want de vorige episode hebben wij namelijk een fishing rod geenchant. En daar hebben wij Luck of the Sea 2 op gekregen. Wat doet Luck of the Sea? Nou, Luck of the Sea is eigenlijk gewoon dat je meer geluk hebt. Het is eigenlijk Fortune, maar dan op een vishengel. Ik vind het super chill en ik ben er ook heel erg blij mee dat ik dat heb gekregen. Ik heb vanmiddag... Ik hoor nog steeds Minecraft muziek. Hoe is dat mogelijk? Ik doe... Nou, het zal wel. Ik heb vanmiddag een mod review gemaakt en upload of is het geüpload? En geüpload op Doe Maar Game. Jullie vonden het allemaal heel erg tof. Voor de mensen die zich nou afvroegen waarom ik 1000 likes vroeg voor een nieuwe mod review. Nou, zo'n mod review maken, dat kost ontiegelijk veel tijd. Ik ben er in totaal 2,5 uur mee bezig geweest om die mod te editen, om op te nemen en ook nog eens klaar te zetten. 2,5 uur is best wel veel voor één video. De link van de mod review staat bovenaan in de beschrijving voor de liefhebbers die het nog niet hebben gezien. Of die vanmiddag even geen tijd hadden om naar Doe Maar Gamen te kijken. Wat vreselijk is. Nee, grapje, dat is niet vreselijk. Maar ik kan het me wel voorstellen, ik bedoel, het is weekend. Ik ben vandaag ook lekker uitgeslapen, gewoon lekker een beetje chill gedaan. Even een beetje uitgerust, weet je wel. En ondertussen heb ik wat video's voor jullie opgenomen. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Maar wat gaan wij deze episode doen? Nou, wij gaan deze episode weer even vissen. En dat wordt hartstikke leuk en ik heb zin in. Ho, 4 kippen of niet? Super chill. Maar ik wil sowieso deze episode 2 mensen op de Wall of Fame gezet. Want de vorige episode was ik het weer vergeten. Dus dat moet ik even gaan doen. Maar eerst gaan we vissen. Want misschien vangen wij wel een Bianca. Dat is mogelijk. En dat zou super tof zijn als we een Bianca vangen. Dus vandaar. Maar ja, mod reviews doe ik dus op Doe Maar Game. Wat zijn mod reviews? Of eigenlijk mod showcases. Dat is eigenlijk dat je een mod gaat laten zien aan de kijkers. En dat je er wat over gaat vertellen. En dat je gaat vertellen wat er in die mod zit. En wat je er allemaal mee kan. De mod van vanmiddag was Slenderman mod. Daarin vertelde ik wat meer over Slenderman in Minecraft. Dat was heel erg vet. Je kon Slenderman close kon je maken. Je kon een Slenderman zwaard maken. En je kon vechten tegen Slenderman zelf. Dat was fucking episch. En ik heb het heel erg naar plezier gehad in die mod. Ik vond het een hele leuke mod. En wat ik jullie trouwens nog wel even wil vertellen is, willen jullie dat ik Survival Island 100% vanille hou? Of zouden jullie het leuk vinden als ik er wat mods aan toevoeg? Zoals bijvoorbeeld Optifine, Ammo Creatures. Dat is een hele vette mod. Ik moet de mod review of de mod showcase daarvan nog maken. Wat is Ammo Creatures? Ammo Creatures is eigenlijk meerdere dieren in Minecraft. En er zijn 50 dieren dan bij toegevoegd. Dat is superveel. Ik heb al bijna alles klaarstaan. Ik ga namelijk zo meteen hierna ga ik een mod showcase opnemen van Ammo Creatures. Het duurde 1,5 uur, geloof me of niet, om die mod klaar te zetten. Er waren 50 spawn eggs. Dat is ongelooflijk veel. Ik weet niet of ik die mod ga toevoegen hieraan. Want ik vind dat wel gelijk weer heel erg overdreven. Ik denk dat het niet zo leuk is. Ik denk dat ik Survival Island maar gewoon lekker 100% legit ga houden. Dat vind ik een stukje leuker. Maar mod showcases, dat gaat lekker... Neemt hij nog op? Ja, hij neemt nog op. Super chill. Mod showcases, dat gaat lekker blijven komen op Doe Maar Gamen. Elke keer als er 1000 likes zijn op een mod showcase, komt er weer een nieuwe tenminste. Dan ga ik weer beginnen aan een nieuwe. Het is dan niet zo dat er gelijk weer een nieuwe op staat. Dat zou namelijk vrijwel onmogelijk zijn. Want het maken van zo'n mod showcase duurt 2,5 tot 4,5 uur. Want je bent er enorm lang mee bezig om alles klaar te zetten, te editen en al die andere dingen. Ja, 4,5 uur is overdreven. Ik denk 2,5 uur duurt het sowieso wel. Waarom vangen we alleen maar salmons? Ik bedoel, Luck of the Sea, mensen. Come on, we moeten wel wat beters vangen. Geef naar mijn steiger toe. Maar nee, dat wil ik dus wel even met Survival Island wil ik lekker legit houden. En ik wil er niet te veel mods aan toevoegen. Op de Fine ga ik er wel aan toevoegen. Dat is één ding wat ik wel ga doen. Dat vind ik namelijk heel erg chill. Maar andere mods wil ik er niet aan toevoegen. Dat vind ik een beetje jammer. Dat ga ik niet doen. Maar op de Fine wel. Dus dat gaan jullie waarschijnlijk ook zien de volgende episode. Dat ik op de Fine... Zullen jullie trouwens nog andere mods hebben die gewoon niet te veel met de game doen? Dus niet mods waarbij je nieuwe items krijgt. Maar wel bijvoorbeeld mods waarbij je vettere dingen kan vinden. Of waarbij je meer kans krijgt op iets. Laat het weten in de comments. Ik heb namelijk Crafting Thermal gedownload. Ik zet de link even onderaan in de beschrijving. Onder de mod showcase. Dat jullie ook Crafting Thermal kunnen downloaden. Heel mooi programmaatje waarbij je simpelweg mods kan installeren. Echt super chill. Ik heb daarmee doe ik ook al mijn mod showcases. Dat vind ik heel erg leuk. Ik heb net even gegeten. Dus daarom liet ik een boertske. Maar ik vind het heel erg leuk om te doen. En ik wil de komende tijd ook wel wat serieuzer bezig gaan met Survival Island. Ik wil ook nog heel veel vette dingen gaan bouwen. Ik moet de brug nog afbouwen. We hebben natuurlijk dat gedeelte daar hartstikke leuk. En ik wil ook nog heel veel andere dingen gaan bouwen. Mijn huis is, weet je, is gewoon zoals het is. En ja, we moeten natuurlijk uiteindelijk ook gaan proberen Ender Eyes te krijgen. Of Blaze Powder. Want we moeten uiteindelijk naar die end. Dat is natuurlijk ook wel een beetje de bedoeling. Want dat is natuurlijk wel wat je eigenlijk bij... Nou, ik weet het niet. Survival Island vind ik niet echt met de end te maken hebben. Maar ik vind het wel leuk om gewoon nog een beetje te gaan PvP'en. Want we willen natuurlijk wel een betere zwaard hebben. Want Smite 1 is niet echt waar je blij mee wordt. Ik wil sowieso nog Armor Diamond hebben. Diamond Armor wil ik nog graag hebben. En nog wat andere Diamond Gear. Dus daar gaan we de komende episodes ook mee bezig. Maar dat wordt super chill. Dus, dat weet je zelf. En ik hoop ook dat we wat leuks gaan vangen. Geef mij een treasure.
Give me a treasure. Ik wil zo graag een treasure vangen deze episode. De vorige episode hebben wij ook een treasure gevangen. Dat was een saddle. Daar kunnen we namelijk een paard mee tamen. Super chill. Maar ik heb nog steeds geen Bianca of zo gevangen. Maar dat kan. Ja, Bianca. Jullie denken, Bianca. Shai, Jordi, kijk, weet je waar ik het over heb. Maar ik bedoel dus een hele goede bow. Super chill als we die deze episode gevangen. Maar dat moet kunnen. Luck of the Sea 2 is namelijk best wel hoog. Dat is best hoog. Luck of the Sea 3 is het hoogste. Maar met Luck of the Sea 2 moet je makkelijk een treasure kunnen vangen. Echt heel makkelijk. Maar dat komt wel goed. We gaan het proberen. Neppe cola, first choice. Super nep, maar wel lekker. Tenminste, wel te doen. Lekker is weer een beetje anders dan wat het echt is. Maar het is wel te doen. Ik ben eigenlijk even een beetje aan het wachten. Totdat we een leuke vis vangen. We hebben natuurlijk nu 2 salmons en 3 raw fish, weet je. Daar word ik niet bepaald blij van. Ik heb liever andere dingen, maar ja, weet je. Ik ga ook niet zeiken. De seed van deze wereld is trouwens 34 6 9 6 5 0 0 9. Stel voor jij denkt, ja Job, ik wil jou graag helpen met het onderzoeken van dingen. Stel voor jij weet waar mobspawners zitten. Jij weet waar hidden treasure zitten. Of jij weet waar gold of diamond zit. Dan is dat de seed. Je kunt het altijd naar mijn e-mail sturen. Ik heb al heel veel coördinaten gekregen. Die ga ik ook de komende episode misschien even opzoeken. Lijkt me wel chill, wat meer dia hebben. Kunnen we misschien even full diamond gear maken. Diamond armor lijkt me wel fucking episch. Wat? Wat? Wat heb je daar nou weer aan? Dan kun je een boek... Oh ja, de Book of Fame moesten we nog een keer gaan maken, hè? Dat moet eigenlijk ook nog een dagboek. Dat lijkt me wel episch, een dagboek. En dan elke... Dat gaan we doen, mensen. Een dagboek. En dan gaan we een dagboek maken. En dan gaan we elke keer aan het eind van de episode... gaan we erin schrijven wat we die dag hebben gedaan. Dus dit is dag 46. En dan gaan we zo schrijven dag 46. Vandaag... Oh, dat is episch, gek. Dat gaan we doen. We gaan een dagboek maken. Ja, dat is een leuk idee voor deze episode. Gaan we doen, mensen. Een dagboek. Super episch. Dus, wat hebben we daarvoor nodig? Sugarcane. Dat is het eerste. En ik moet het toch nog even erbij pakken. Genoeg sugarcane. Hoppakee. Dan ga ik hier naartoe. Dan doe ik even zo, zo, zo. Dan heb ik een veer nodig. We moeten een kip killen, mensen. We moeten een kip killen. Anders krijgen we geen veer. Een kip en een squid. Kip en een squid. Ja. Zo. Squids, waar zijn die dingen? Die dingen zitten echt overal als het goed is. Dat zijn octopussen. Ergens. Die dingen hebben we namelijk nodig. Wacht. Wacht eens even. Ik heb potions waarmee je onder water kan ademen. Bedenk ik me net. Die hebben we namelijk een tijdje geleden gecraft. Dat is wat chill. Dan gaan we die even gebruiken. Moet je een pufferfish voor vangen? Ja, die hebben wij dus gehad. En dan kun je dus... potions met mij waarmee je onder water kan ademen. Dus ik ga gewoon even die potion drinken. Ga ik even een tijdje onder water zwemmen. Als ik nou ook nightvision heb. Heb ik een golden carrot nog? Dan kan ik nightvision doen. Heb ik niet, of wel? Jammer. Anders hadden we nightvision kunnen maken. Dus dat was super chill. Maar heb ik die nog? Heb ik geen nuggets? 6. Ik heb er 8 nodig. Ja, kut, hé. Of wacht, wat maak je dan met een glinsterling melon? Wat maak je daar dan voor potion van? I don't know, guys. Ik ga het gewoon eens even bekijken. Wat hebben we hierin? Ja, dat zijn van die 8 minuten. Dat vind ik wel heel lang. Dat ga ik niet gebruiken. Vind ik een beetje zonde. Die gaan we voor specialere. Dit zijn trouwens al onze potions. Holy shit, dat is echt heel veel. Ik weet het. We gaan ook een beetje splash potion maken. Want als we uiteindelijk de Wither gaan verslaan, gaan we ook doen. Dat wordt helemaal chill, maar dan moeten we dat ook hebben. Maar ik wil eigenlijk even weten wat jij hiervan kan maken. Dat heb ik nog nooit gedaan, geloof ik. Wacht even. Glowstone. Wacht. Ik moet even nog een viewing stand maken. Zo. Die ga ik hier even neerzetten. Dan gaat het wat sneller. Vind ik wel wat chill. En daar heb ik ook nog even één. Zo. En dan... Of nee? Welke? Strained? Ik ga van strained. Of van... Regeneration. Dan moet ik even wat splash instant heal 2. Nee, daar moet ik splash van hebben. Dat is heel belangrijk. Of eerst gun... Nee, dat kan niet. Je moet er gelijk glowstone bij doen. Dan wordt het splash, toch? Of gunpowder. Of kan het... Oh nee, het is al instant heal 2. Dan kan dat niet meer. Kut. Vergeten. Heb ik instant heal 1? Strained. Daarmee kan het wel. Ah, dan doe ik wel strained. Ah, maar 3 minuten. Dan heb je er weer al bijna verslagen, joh. Dat heeft geen nut. Je moet instant heal 1... Of regeneration. Dat is ook 2 minuten. Dat hoeft niet. Oh, instant healed. Ja, nice.
En daar wil ik dan even... Ja, dat is helemaal niet wat ik wou doen eigenlijk. Maar ja, boeien. There we go, guys. Dan hebben we dat ook maar even gedaan voor de lol. En dan gaan wij nu even snel wat dingen killen. En zodat we in ieder geval even deze episode een dagboek kunnen maken. En dan gaan we iemand tot de Wall of Fame zetten. Twee mensen. En dan gaan we een dagboek maken waarbij we dan in gaan schrijven wat we elke dag doen. Super episch idee. Dat heb ik ook van een paar kijkers gehoord. Ik vond dat ik had het in het begin. Echt in het begin toen ik Survivor Island zat, had ik er al aan zitten denken. Want toen dacht ik van, ah, te veel gedoe. Maar het is wel leuk. Het is wel een leuk idee. Kijk. Huh? Wat is... Huh? Hoe maak je dan splash? Met gunpowder. Sugar. Of niet? Nu wil ik het weten ook. Ik heb echt geen flauw benul. Maar wij gaan even wat skut zoeken. Die hebben we nodig. En dan kunnen we echt erin staan van wat hebben we vandaag gedaan. Ja, dagboek. Dag 1. We hebben vandaag een dagboek gemaakt. Dat is het eerste wat we hebben gedaan. Maar jullie snappen wel het idee. Dat is wel vet. We gaan er gewoon dan een paar zinnen inschrijven. Ja, we moeten wel... Oh nee, dag 45 hè, is het dan. Jammer dat we bij de eerste paar dagen niks hebben kunnen doen. Toen hadden we nog geen... Oh, daar is squid. Nice. Even een paar killen. Ga ik dat halen? Jawel. Ik had eigenlijk even looting. Of ja, looting om een zwaard moeten hebben. Snel. 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 Kut, dat dacht ik al. En dan kun jij dit doen. Dit doen en dit doen. En dan heb je een boek aan curl. En dan kun je wat inschrijven. Dus dag... Is het dag 45? I don't know. Nu zo dag 45. Vandaag heb ik gevist... Nee. Aan het eind moeten we dat alleen doen, mensen. Aan het eind. Alleen aan het eind. Alleen aan het eind moeten we dat doen. Dat vind ik wel leuk. Anders krijg je een beetje dat kut idee, weet je. Dan is het niet meer chill. Dus, we gaan even vissen. En dan kunnen we misschien nog wel iets leuks gaan schrijven. Want wat hebben we vandaag gedaan? Niet erg veel. We hebben vandaag eigenlijk... Ja, vandaag hebben we een dagboek gemaakt, uiteraard. Maar dat, we hoeven nu nog niet na te denken over wat we vandaag hebben gedaan. Dat doen we aan het eind van de episode. Als we dan de episode gaan afsluiten, dan gaan we nog wat in het dagboek schrijven. Maar eerst even zometeen iemand op de Wall of Fame zetten. Twee mensen. En daarna gaan we dingen in het dagboek schrijven. Wordt super episch. Ik vergeet de Wall of Fame echt altijd, jongen. Ik weet ook niet waarom. Ik vergeet dat echt altijd. Heel vergeetachtig ben ik met de Wall of Fame. Maar ja, weet je, komt wel goed. Het was in de kapper geweest. Ik weet niet of jullie het zien. Kut. Oh, gelukkig. Ik dacht heel even dat er een vis aankwam. Zou het chill zijn als we in ons dagboek konden schrijven... Vandaag hebben we Bianca gevangen. Of vandaag hebben we een OP-bo gevangen of iets. Dat lijkt me wel leuk om te schrijven. Maar nu kunnen we niet echt veel schrijven. Want we hebben vandaag niet echt... Kijk, bijvoorbeeld als we een nieuw project gaan starten. Bijvoorbeeld gaan beginnen aan een nieuw huis. Dan kun je schrijven. Vandaag ben ik begonnen aan een nieuw huis met bepaalde resources. En zulke dingen. Dat is vet. En waarom komt er niemand? Oh, daar is er één. Oeh, pufferfish. Nice. Dan kunnen we dat gebruiken voor potions. Dat is leuk. Dat gaan we doen. We gaan onderwater breeding potions maken. Die dingen zijn fucking episch. Alleen ik zou niet weten waar je ze voor nodig hebt. Ja, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld een keer diamonds moet gaan zoeken. En dat is bijvoorbeeld ergens helemaal onder de zee. Je moet fucking lang naar beneden voordat je bij de krater komt, zeg maar. Voor een bepaalde cave. Ja, oké, dan is het wat chill om 8 minuten onder water. Maar 8 minuten onder water, dan kun je gewoon bij wijze van spreken... Oh, dan kun je natuurlijk een heel gebouw onder water maken. Dus als jullie trouwens nog een leuke challenge hebben voor iets wat ik onder water kan doen... Laat het weten. Ik bedoel, ik kan nu superveel onderwater potions maken. Dus als jullie leuke ideeën hebben... En ik had er geloof ik nog ineens een redstone naartoe gevoegd. Moet je nagaan. Dat was echt episch. Ik vind het echt leuk. Ik vind het echt vet dat we dat idee hebben gekregen van een dagboek. Vind ik wel chill. Leuk idee. Dus, nu moeten we even gaan wachten tot we weer een leuke vis vangen. Ik vind het wel jammer. Ik had echt gedacht dat je met Luck of the Sea echt fucking... Echt om de zoveel tijd een iets zeldzaams vangt. Maar dat is natuurlijk ook overdreven. Treasures die vang je ook bijna nooit. Maar ik ga zo meteen eens op de Micro Wiki opzoeken. Wat voor treasures je allemaal kan vangen. Zullen we eens even kijken? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Fishing Minecraft. Wat zou je allemaal kunnen vangen? Fishing Minecraft Wiki. Heel veel mensen hoor. Even wachten. Ik ben even benieuwd. Fishing what? Wat kun je ermee vangen? Fishing what? Ja. Ik hoop dat dit gelijk met 1.7 te maken heeft. Ja, dat wist ik allemaal. Carrot on stick. Ja, hier staat het wat je kan vangen. Wat kan je vangen? Junk. Junk, dat is eigenlijk troep. Wat kun je vangen? Je kunt een bol vangen, dat is troep. Je kunt een fishing rod vangen. Je kunt een ladder vangen. Je kunt ladder boots vangen. Je kunt rotten flesh vangen. Je kunt sticks vangen. Je kunt strings vangen. Je kunt water bottles vangen. Trap wire hook, inkt, sacks en bones. En de treasures zijn bows, enchanted books, fishing rods, name tags, saddle en lily pads. Dus we hebben al 1 hele zeldzame gevangen, dat is de saddle. Nu moeten we alleen nog even een enchanting boek vangen. Dat is echt episch. Dat wil ik eigenlijk wel het liefst. Oh nee, een enchantment bow wil ik het liefst. En daarna een enchantment boek, maar dat zien we wel. Wordt leuk, mensen. Wordt episch. Ik heb er zin in.
om zoiets te vangen uiteraard. En om iets om in mijn dagboek te schrijven. Ik heb ook zin in. Wordt echt chill, mensen. Ik heb echt zin in. Echt fucking episch, G. Moet alleen nog even wachten dat er weer een leuke vis. Ik ga nog één keer vissen, dus de laatste keer. In hoop dat ik een schat vang. Daarna ga ik even mijn dagboek schrijven. Nee, daarna ga ik iemand op de Wall of Fame. Daarna ga ik in mijn dagboek schrijven. Ga ik de episode afsluiten. En morgen gaan we weer even bezig met iets nieuws. Ik hoop dat we morgen nog even kunnen gaan vissen. Ik vind het zo leuk om te vissen. Ik weet niet. Ik vind het echt chill. Oké, nog één keer. Ik wil zo graag een hidden treasure vangen. De volgende episode, mensen, gaan wij even naar de Nether om even te gaan PvP'en. Zodat we wat extra experience krijgen. Zodat we even wat leuks kunnen gaan craften. Het lijkt me namelijk wel chill om bijvoorbeeld even een zwaard of zo te kunnen gaan enchanten. Of eigenlijk nog een fishing rod. Ik zou eigenlijk wel graag nog een fishing... Of een enchant... We kunnen ook een boek gaan enchanten. Met de Hope of Luck of the Sea. Maar het liefst zou ik eigenlijk de volgende episode weer een fishing rod gaan enchanten. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga denk ik de volgende episode een pickaxe enchanten. En dan in de Hope of Fortune 3. Zodat ik dan met de coördinaten van jullie heel veel diamonds kan krijgen. En daarmee ga ik dan weer allemaal armor maken. En dat gaan we de volgende episode doen. Super chill. Het is de laatste keer dat ik trouwens mijn hengel ga ingooien. 'S Nachts, als het regent, heb je de meeste kans op treasures, geloof ik. Jammer. We hebben al 10 vissen gevangen. Oké. Tof. Dan ga ik nu even 2 mensen op de Wall of Fame zetten. En dat wordt hartstikke leuk. En de volgende episode gaan wij weer even vissen. Dat vissen vind ik echt tof, mensen. Ik vind dat echt leuk gedaan. Je weet nooit wat je vangt. Dat is gewoon leuk, weet je. Dat weet je echt natuurlijk ook niet. Maar dat is gewoon tof. Dus we gaan naar youtube.com/doemagamen. Die gast met bijna 15.000 abonnees. Echt super chill. En dan ga ik naar de laatste Survival Island video. En dan horen jullie mijn stem heel even. Wie komt op de Wall of Fame? Niels Pijleman komt op de Wall of Fame. Dat is de eerste. Gefeliciteerd, bro. Niels Pijleman. De volgende episode ga ik ervoor zorgen dat ik gelijk al mensen in mijn hoofd heb. Dus dat ik die alvast even opzet als leuke. Anders denken jullie misschien dat het oneerlijk gaat. Dat gaat het niet, maar misschien denken jullie dat. En Bram Brakel. Vind ik een hele leuke naam. Bram Brakel. Het rijmt een beetje. Zo. En dan gaan we naar het boek. Oké. Okay. Huh? Maar we hadden toch al... Huh? Hoe kan het nou weg zijn? Oh, dan moet je zeker dom doen. Dag 45? Of is het 46? Dit is 46, of niet? Ja, dit is 46. Als jullie trouwens op de Wall of Fame willen, dan weten jullie wat je moet doen. Gewoon even een like achterlaten, dit delen met je vrienden en laten weten waarom jij op de Wall of Fame moet. Zo. Vandaag heb ik een dagboek gemaakt. Hierin zal ik alle dingen en projecten schrijven die ik begin. Naast het schrijven van dingen en projecten die ik begin, schrijf ik ook wat ik die dag gedaan heb. Vandaag ben ik bezig geweest met het buren. Of hoe schrijf je dat? Geweest. Moeten we naar de volgende bladzijde. Met het buren. Met het maken van potions. Naast het maken van potions ben ik ook nog wezen vissen. En mag ik van geluk spreken dat ik een puffer fish heb gevangen. Hiermee ga ik... Hoe heet die dingen? Underwater potions? Ik schrijf gewoon underwater potions maken. Dan schrijf ik de datum hier onderaan. 9-11-2013. Kijk! En dan komt hier dag 47 en dat is voor morgen. Ah, ik vind het episch, mensen. Vandaag heb ik een dagboek gemaakt. Hierin zal ik alle dingen en projecten schrijven die ik begin. Na het schrijven van dingen en projecten die ik begin, schrijf ik ook wat ik die dag gedaan heb. Vandaag ben ik bezig geweest met het maken van potions. Naast het maken van potions ben ik ook nog wezen vissen. En moet hier eigenlijk een komma. Wezen vissen. Ah, nee, ja, boeien. Wezen vissen. En mag ik van geluk spreken dat ik een perfect fish heb gevangen. Hiermee ga ik underwater potions maken. Boeia, mensen. Ik dank jullie voor het kijken voor deze nieuwe video. De volgende video gaan we lekker verder met Minecraft Survival Island. Bij de 750 likes. Dat is dus morgen als er 750 likes zijn. En ik ga natuurlijk morgen weer mensen op de Wall of Fame zetten. 1 iemand. En ik ga ervoor zorgen dat ik dat voor de episode al besluit. En we gaan de volgende episode vissen. En we gaan PvP voordat we iets kunnen enchanten. We gaan zoveel dingen doen. Link bovenaan in de beschrijving is van de mod review. Mod showcase. Ik dank jullie voor het kijken. En ik zie jullie volgende keer weer met een nieuwe episode van Survival Island. Hier op Doe Maar Gamen. Later.